Dus het gaat uiteindelijk over het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Wij hebben de overtuiging met de Tweede Kamer en met ook een groot deel van Nederland dat het dragen van een mondkapje daarbij kan helpen. En een enkele keer, het is ook wel eerder gebeurd, ook in het voorjaar rondom de sluiting van de scholen, neemt de politiek een aanvullend besluit, een eigen besluit, omdat je ook andere afwegingen hebt dan alleen de volksgezondheid. Dat doet niets af aan het gezag van het OMT. Maar daarmee zegt het kabinet eigenlijk wel, Van Dissel heeft niet de enige waarheid echt in pacht. Nou, wetenschappelijk gezien is het het beste wat we hebben. En dat is ongelooflijk belangrijk. Maar onze verantwoordelijkheid gaat nog verder. Dus we kunnen soms ook maatschappelijke afweging maken, politieke afweging maken. In dit geval is dat denk ik ook gebeurd. En dat is ook goed. Ook omdat ik denk dat we daarmee recht doen aan de behoeften van mensen om juist over dit vraagstuk nu duidelijkheid te krijgen. En die hebben we gegeven. En daar ging natuurlijk ook vandaag een deel van de discussie over hoe ziet dat instrumentarium eruit. En dan kom ik bij het OMT-advies wat wij gekregen hebben over de mondkapjes. En omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes, heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen en ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren.